Guy Dasleer staat bij de toekomstige burgemeester van Nienhoven, afgaande op het aantal stemmen. Maar op het vlak van voorkeurstemmen heb ik nog geen indicatie, die zijn nog niet bekend. Maar het is in ieder geval wel zo dat de innovator klaar en duidelijk gezegd heeft wat hij van deze coalitie denkt. Hè. Ik stel vast dat wij de rechterflank van de VLD hebben overgenomen en ook eigenlijk een beetje de N-VA hebben opgegeten, zoals ze dat dan zeggen in politieke termen. En dat Tanja de Jonge eigenlijk de linkerflank van Samen, CD&V, Groen en Socialisten heeft weten te overtuigen om voor de burgemeester te stemmen. En dat verwondert mij ook niet natuurlijk, want de burgemeester komt ervoor uit dat ze links georiënteerd is. En zij is misschien ook wel aantrekkelijk voor het kiespubliek van Samen. Hoe verklaart u de grote winst eigenlijk van Forza Nienhoven? Wel, ik moet zeggen, ik had wel winst verwacht. Hè. De huisbezoeken die ik heb gedaan, die duiden er wel op dat er winst in zat. Heel veel mensen waren al content. Immigratieproblematiek, vreemdelingen, problematiek criminaliteit speelt ook bij heel veel mensen een rol toen ik hen sprak bij mijn huisbezoeken. En als je natuurlijk een beleid voert, een links beleid voert, dan is het nogal evident dat u rechtse kiezer afhaakt. En ik denk ook wel dat het feit dat ze bij de vorige verkiezingen, toen Forza Nienhoven ook al de grootste partij werd, toen ik dubbel zoveel stemmen had dan de toenmalige burgemeester, zijn ze heel vlug overgegaan tot de orde van de dag. Hè. Ze hebben samen s'avonds vlug een coalitie gesloten. En ik denk dat de kiezer hen dat niet in dank heeft afgenomen. Ik heb 6 jaar lang niet anders gehoord dat het een schande was dat iemand met zoveel voorkeurstemmen geen burgemeester was in de stad. En ik denk dat de huidige meerderheid daar ook vandaag wel een stukje opnieuw de rekening voor krijgt gepresenteerd. Ik denk dat de kiezer vandaag de rekening daarvan heeft gemaakt. Het is nog wat vroeg, het is 5 uur in de namiddag, maar zijn er al indicaties voor een coalitie? Maar kijk, het was mijn bedoeling om deze meerderheid te breken in eerste instantie. Dus op basis van de voorlopige resultaten heeft de meerderheid van de 20 zetels er nog 17 over. Van de 19 zetels er nog 17 over. Wij stijgen 5 zetels. Het is natuurlijk wel jammer dat de N-VA zakt van 5 naar 3 zetels op basis van deze partiële resultaten. Dus ik hoop in de loop van de avond nog een extra zetel te zien overspringen van de meerderheid naar de oppositie. Hè. Dus ik denk dat het op enkele stemmen zal aankomen. Elke stem telt. Elke stem telt, zoals ik al de campagne heb gezegd. En de kiezer heeft dat ook begrepen. Ik denk dat heel veel mensen hebben gezegd deze keer, wel, als elke stem telt, dan zal ik uit mijn zetel komen en zal ik voor Forza Nienhoven gaan stemmen. Want het is de enige garantie op toch een vernieuwend bestuur. Want ik denk ook wel dat er een soort van metaalmoeheid is opgetreden bij heel veel kiezers. Dezelfde partijen zijn al heel lang aan de macht. Je ziet dat er veel oude politieke cultuur, dat de oude politieke cultuur van vriendjespolitiek, benoemingen, dat nog altijd blijft voortduren, dat is echt niet meer van deze tijd. En ik denk dat al die elementen samen, oude politieke cultuur, criminaliteit, immigratie vooral, dat is toch iets wat ik heel veel heb gehoord, dat alles samen maakt dat de kiezer heeft gezegd, kijk, het is nu tijd voor Forza Nienhoven, we hebben genoeg van dit beleid. Veerle Kozijns, lijsttrekker Samen. Het is nu 6 uur, verkiezingsavond. De eerste resultaten zijn al duidelijk. Mm-hmm. Uw eerste reactie? Ja, toch wel verbijsterd. Ik denk dat dat het beste woord is, dat ik toch wel verbijsterd ben door het goede resultaat van Forza. En teleurgesteld natuurlijk in het eigen resultaat. Ik denk dat we een zeer goede ploeg hebben en ik blijf die met de volle 100% ondersteunen. We hebben ook een zeer eerlijke campagne gevoerd, maar blijkbaar is dat een boodschap die niet aangekomen is. En dus ja, ik denk dat we ons allemaal eens gaan bezinnen van hoe dat verder moet. Maar ik blijf wel stevast geloven in ons project en in de... Het engagement die deze mensen hadden, daar heb ik nog altijd 100% vertrouwen in. Jammer dat de kiezer dat niet gezien heeft. Op basis van de huidige resultaten zal het kantje boordje zijn om de huidige meerderheid verder te zetten. Ja. Zijn er al gesprekken in het vooruitzicht of overleg geweest? Nee, er is nog geen overleg geweest. En ja, het is ook niet aan ons natuurlijk in deze situatie om het overleg op te starten. Dus ik bekijk. Ik denk dat misschien iedereen nog wat verder wil afwachten. Misschien binnen een uurtje dat we nog meer gaan weten. Maar ik denk inderdaad dat de tendens gezet is. En
ja, dat er duidelijk een winnaar is. En dat dat natuurlijk ook het heel moeilijk gaat maken van Ninoven, want die winnaar is zo extreem ten opzichte van de andere partijen. Want ja, we verliezen, maar we hebben 7 zetels. Open VLD doet het beter, denk ik, met ongeveer 10 zetels, zoiets. Maar dat zijn, denk ik, kan alleen maar natuurlijk in mijn naam spreken, maar dat zijn natuurlijk, onze standpunten liggen zo ver van elkaar dat het heel moeilijk wordt om binnen Ninoven nog een goed beleid te voeren. Ja, zelfs met de huidige meerderheid, stel dat die overeind blijft, het blijft een moeilijke zaak. Het zou een pyrrhusoverwinning zijn. Absoluut, het blijft een heel moeilijke zaak. En ook daar, denk ik, moeten wij hard over nadenken van, wat willen we hiermee? En is dit iets dat omkeerbaar is? Ik weet dat niet. Ik wil daar in alle rust, want nu natuurlijk overheerst, en ik denk dat dat bij iedereen zal zijn, de emotie vooral. En ik denk dat we opnieuw naar het gezond verstand moeten gaan. Jacques Timmermans, jij was medelijstduwer voor Samen. De uitslag is niet goed, we moeten daar ook geen doekjes om winden. Uw eerste reactie? Mijn eerste reactie is dat we moeten erkennen dat de pletwals van Forza inderdaad aangekomen is. Voor ons slecht aangekomen is. En dat wij verpletterd zijn met Samen door een duo, laat ons zeggen, van kandidaat-burgemeesters, eensdeels Dazeleer, anderdeels Tania de Jonge. En dat wij daartussen geplet geweest zijn en nooit aan ons trekken gekomen zijn, ondanks, denk ik, goed programma en een goede kandidatenlijst. En ik weet, het is moeilijk in te schatten, maar hoe moet het nu verder volgens jou? Maar persoonlijk denk ik, ik verbind geen groep of zo van ons, persoonlijk denk ik dat Gidazier dat nu zou moeten bewijzen. Wat hij in zijn programma, tussen aanhalingstekens, wat hij de mensen voorgelogen, voorbehouden heeft van oplossingen, dat hij de piste in moet om te maken, 1, dat hij een solide meerderheid kan maken en 2, dat hij zijn programma kan waarmaken. En ik geloof daar niks van, punt. Maar dus u bent niet bereid, volgens u is het niet wijs om de huidige meerderheid verder te zetten, zelfs als die een nipte meerderheid zou hebben? Nee, omdat wij het kleine broerken van VLD gaan zijn en op dezelfde wijze politiek voeren in de gemeente, dat dat niet vast is. Wij moeten de geloofwaardigheid herwinnen. Wij hebben in deze coalitie, denk ik, degelijk gewerkt, maar we zijn ook gesaboteerd geweest door mensen binnen de VLD om ons eigen programma te realiseren. En dat kunnen wij geen tweede keer maken. Een heel persoonlijke vraag voor u. Trekt u zelf daar conclusies uit? Is dat voor u het einde of niet? Voor mij is dat... Nee, want ik blijf militant. Voor eerst voor SPA en vervolgens als Samen voortgaat ben ik daar een voorstander van. Omdat wij een goede groep hebben, een deftig programma en dat toch de kwaliteit later eens zal bovendrijven. Onze Smet bij de tonen van de Bijaard. Het is nu 6:30. Eerste reactie op de uitslag van de verkiezingen? Voorlopige uitslag weliswaar? Het is zeer voorlopig. En uiteindelijk, we moeten voor zoiets wachten tot de laatste stem kan op mijn enkele stemmen aankomen voor de zetel. Ja, dus, maar op basis is er al een tendens merkbaar? Wat is een tendens? Ik heb er altijd tegen geweest dat mensen niet de volledige waarheid krijgen voor bepaalde politieke standpunten en als je dan moet stemmen op de helft van de waarheid, dan ben ik het niet goed. Gelijk hebben is 1, gelijk krijgen is iets anders natuurlijk. Hè? Ja, dat wordt altijd gezegd. Dan ben ik dan toch liever bij degenen die gelijk hebben en niet gelijk krijgen voor niks eigenlijk. Maar als je de popularen wilt uithangen, dit is heel terzijde. De uitslag begint geleidelijk aan door te sijpelen. Ook de resultaten zijn sprekend. Eerste reactie? Eerste reactie. Ninoven is de grote verliezer. Dat is mijn eerste reactie. Het is een zwarte dag voor Ninoven. Ik denk op basis van de resultaten dat we moeten stellen dat Gidazer hier aan zet is.
Daarentegen vind ik wel dat Open VLD het wel goed gedaan heeft. Ik denk de inhaalbeweging op veiligheid, dat die wel bij de bevolking gewerkt heeft. En ik heb natuurlijk een schitterend team die zeer goed gewerkt heeft en ons goed gepromoot heeft, ons programma ook goed verdedigd heeft. En ik denk dat dat een beetje toch zijn vruchten heeft afgeworpen. Maar het is een dubbel gevoel. Voor onze partij ben ik tevreden. Zeker voor onze mensen en zeker voor onze militanten. Maar voor de stad ben ik heel treurig. Dit is niet goed. Stel dat de huidige meerderheid nipt weliswaar overeind blijft, bent u bereid om verder te werken daarmee? Wel, ik zeg het, meneer Dazeleer wint. Hij is nu aan zet. Ik denk dat hij nu moet de gesprekken opstarten. Dat is ook de democratie. Als je 40% haalt, dan denk ik dat het oneerbiedig zou zijn ten opzichte van de democratie dat wij zouden zeggen, we nemen het voortouw. Dus wij gaan dat niet doen. Het is aan hem. Zijn er binnen Open VLD mensen die, of in het geheel de partij, die bereid zijn om met Guy Dazeleer samen te werken in een nieuw bestuur? Het is een duidelijk standpunt van onze partij dat wij niet in zee gaan met extreem rechts. Dus ik ga er ook vanuit dat er geen gesprekken zijn met extreem rechts. Dan wordt het wel moeilijk waarschijnlijk. Dat zal waarschijnlijk heel moeilijk worden, maar meneer Dazeleer is aan zet dat hij het nu maar eens doet. Oké, 1 januari 2019 is nog ver af, dus er kan nog heel veel water door de dender. Ja, we hebben heel hard gewerkt. Mijn ploeg en ikzelf, wij zijn doodmoe. Dus wij gaan nu zien of anderen het kunnen waarmaken. Joost Arends en VA Ninove, het is nu 7 uur, net iets na. De uitslagen zijn nog niet allemaal binnen, maar de tendensen zijn toch wel heel duidelijk. Inderdaad, die zijn heel duidelijk en die zijn heel slecht voor ons. Wij halveren momenteel. Ik hoop dat daar nog een paar procentjes bij komt. Maar ik merk ook dat het een algemene trend is in Vlaanderen, toch in Oost-Vlaanderen, zie ik in andere gemeenten identiek hetzelfde, dat de N-VA achteruit gaat. En het is, zoals ik ook opmerk in andere gemeenten, waar dat kopstukken of toch bekende mensen verhuizen, dat die heel veel stijgen. Hier hebben we het fenomeen Dazeleer, die parlementair is en die inderdaad heel goed scoort. Ik moet hem zeggen, proficiat dat hij zo'n score haalt. Het is onverwacht, maar ja, hij doet het toch. En ja, hij haalt natuurlijk heel veel stemmen bij ons ook weg. Dus dat is jammer. Ik wist dat het communicerende vaten waren. Ik had gehoopt dat het omgekeerd was. Maar kijk, de kiezer heeft gekozen om voor Forza te kiezen. Dat is jammer voor onze partij. En wat nu? Qua meerderheid enzovoort, zijn jullie bereid om hem een meerderheid te geven? Ik ga niet op hypothetische vragen antwoorden. Ik wil daarvoor eerst het volledige resultaat afwachten, want momenteel is er geen meerderheid. Dus heb ik daar ook, is mijn stem eigenlijk niks waard. Dus ik ga wachten tot de volledige uitslag gekend is. Maar ik neem aan, bij N-VA is de stemming niet zo goed, hè? Nee, er is ontgoocheling. Ik moet nog naar het lokaal gaan, dus ik denk dat iedereen wel zal ontgoocheld zijn. We hadden toch gehoopt om minstens gelijke stand te houden. Dat is dus niet gelukt. Dus ja, er is ontgoocheling. We gaan moeten de koppen met elkaar steken en zien hoe we de volgende 6 jaar gaan aanpakken. Dirk Soufrio, lijsttrekker voor uw alternatief. Uw eerste reactie op de uitslag, op de voorlopige uitslag weliswaar. Voor ons eigenlijk niet zo goed. We hadden wel een hoop voor naar de 4-5% te gaan. Dat is niet gelukt. Maar als ik dan zie dat Forza Ninove zo sterk vooruit gaat, is dat ook eigenlijk een sterk signaal aan de huidige meerderheid dat die niet goed gedaan hebben. Ik zie ook wel dat VLD vooruit gaat, waar ik nog een beetje gelukkig mee ben. Maar het kartel van Samen, dat is echt desastreus wat dat daar gebeurd is. En de kiezer heeft dat afgestraft. En hoe moet het nu verder? Ik vind, zoals altijd, ik ben een democraat, de winnaar die moet besturen. Over 6 jaar was dat N-VA dat de grote winnaar was. Ze hebben die buitenspel gezet. Ik hoop dat dat nu deze keer niet gebeurt. Volgens mij eigenlijk de twee partijen die de overwinning halen is VLD en Forza. En volgens mij zouden die moeten samenwerken. Wat dan misschien moeilijk ligt, maar die zouden moeten samenwerken. Maar dus Guy Dazeleer is in principe aanzet als grote winnaar? Ja, dan moet je eerlijk zijn in het leven. Als je zo'n overwinning behaalt, al jaren aan een stuk, klopt er iets niet in deze stad, in het bestuur. Dus moeten we nu momenteel zeggen, meneer Dazeleer moet aan de macht komen als burgemeester en moet geholpen worden door de VLD. En voor u persoonlijk en uw alternatief, wat zit daar nog aan te komen?
We zijn met een jonge ploeg, we hebben ons best gedaan. We kunnen niet rond het fenomeen van Gidazeli, we kunnen niet rond. Via Lee doen we het ook goed. Maar we hadden gehoopt dat we gingen stemmen afhalen van het kartel samen. En al de kiezers van kartel samen. Omdat dat kiezersbedrog was, zoals ik altijd al gezegd heb, zijn volledig uiterst rechts gegaan. Op een staande ovatie onthaald, dat moet toch goed doen? Ja, dat doet wat met een mens. Ik ben vooral altijd heel dankbaar ten opzichte van de mensen die onze partij dan toch groot houden. Want uiteindelijk hebben we stand gehouden, zelfs een percentage winst, 2% winst. Dus we zijn heel blij en het zijn uiteraard die mensen, ik heb hier al wat kandidaten gezien, die ervoor gezorgd hebben dat dit resultaat er voor onze partij is. Het is natuurlijk een zwarte dag, hè. Maar het blijft een moeilijke opgave om een meerderheid te vormen, neem ik aan. Ja, ik denk dat dat een hele moeilijke opgave is. Ik denk dat wij nu met onze partij de cijfers grondig gaan analyseren. Ik vind wel dat ik mag niet de pretentie hebben om nu te zeggen we gaan coalitiegesprekken aangaan. Ik denk dat wij niet aan zet zijn. Dat is nu aan de partij die het hoogste percentage heeft. Meneer Dazeleer mag met extreemrechts nu proberen een coalitie te vormen. En dan zien we wel nadien. Maar nu eerst een beetje feesten, neem ik aan. Ja, wij gaan toch wel feesten, omdat we zeker niet falen in dit beleid. Want wij werden zelfs een stukje beloond. En ik zeg het, ik heb het te danken aan de 32 sterke kandidaten. En natuurlijk de militanten die altijd al achter ons hebben gestaan. En dat is een goed gevoel en maakt me zelfs een beetje emotioneel. Gidazeer komt blijkbaar op elke stem aan, hè, vanavond. Ja, ik heb campagne gevoerd onder de slogan elke stem telt en dat blijkt nu toch wel ook in de praktijk te kloppen. Het is zo dat we op twee bureaus van het einde op 14 zetels stonden. Het voorlaatste bureau was dan, hadden we 15 zetels en nu zijn we teruggesprongen op 14. Dus de laatste zetel zal ofwel bij ons ofwel naar samen gaan. En van die zetel zal het ervan afhangen of de coalitie gebroken wordt of niet. Inderdaad, want we zijn overal wat gaan luisteren en ze zeggen, Gidazeli is de grote winnaar, oké, hij is nu aan zet. Wel ja, ik denk dat dat de logica zelf is. Hè. Ja. En wat is die zet? Ja, dat gaan we morgen, ik ga dat hier niet voor de camera's verkondigen, ja. Maar uiteraard, vandaag gaan we eerst en vooral feesten en dat historisch is in de Nienhofse politieke geschiedenis dat er een partij vanuit de oppositie 40% gehaald en ik denk vooral, dat de traditionele partijen die nu aan de macht zijn, daaruit de les moeten trekken dat het anders moet in Nino. Dat de Nino-Vieter het beu is, zoals het hij de laatste jaren gelopen is. En dat ze daar ook moeten eens diep over nadenken hoe ze daarmee omgaan. Het is niet door iedereen direct door de deur te sluiten dat ze dit probleem gaan oplossen. Ze hebben dat 6 jaar geleden gedaan, toen Forza Nino de grootste partij werd met bijna 27%. Ze zijn toen onmiddellijk overgegaan tot de orde van de dag. Ze hebben gedaan alsof er niks aan de hand was. En ja, kijk, de rekening is vandaag opnieuw gepresenteerd. Ja, want het zou kunnen als de huidige meerderheid plus N-VA een meerderheid haalt, dat u terug in de oppositie zit, als enige partij dan uiteindelijk. Ik denk dat het echt geen goede zaak zou zijn voor de democratie om die zet te doen. Hè. Ik denk dat Nino van nood heeft aan een nieuwe wind. De kiezer heeft zich daarover uitgesproken, 40%. Dat is toch niet niks. Hè. En zeker vanuit als je uit de oppositie komt voor een partij als Forza Nino, een stadspartij. Dus ik denk dat iedereen eens goed moet raden gaan bij zichzelf. Om te zien hoe dat we daar naar de bevolking, naar de Nino-Vieter toe, op een zo goed mogelijke manier kunnen mee omgaan. Voor u en uw partij is het wel een hele opgave. Hè? Er zijn heel veel verwachtingen gewekt. Niet niet gemakkelijk om die in te lossen. Maar goed, ja, we hebben ons altijd al geprofileerd als een partij waar veiligheid onze core business is. We willen het Vlaams karakter van Nino herstellen. Ik denk dat er echt niks mis mee is. Daar is niks radicaal aan. Dat is gewoon een politiek voeren van het gezond verstand. En dat is hetgeen dat het hier in Nino van ontbrak. Dat is een beetje een gezond verstand. Renaat Raas, uw reactie op de uitslag van Forza Nino? Ja, dat is geweldig, jong. Dat is geweldig. Ja. Ik had wel een beetje voorspeld. Ja. Ik had 14 voorspeld, maar ik had ook 3 voor de N-VA voorspeld. En dat is niet uitgekomen. Nee. Dat is spijtig, ja. Ja. U bent soldaat van vele oorlogen. Hoe moet het nu verder? Ja,
Dat weet ik vandaag niet. Morgen, ja, ik weet het. 14 is één te weinig voor het samen met de NBA. Maar er zijn misschien nog andere mogelijkheden. Hè. We hebben al verschillende zaken gehoord van de VLD en van links en rechts. Ja. Het is een fantastische overwinning. Hè. Iedereen moet dat toch toegeven. Hè. Ja. Dus nu even nadenken hoe het verder moet. Ja, dat zijn ze bezig, En dan zullen we daarvoor bijeenkomen. En, ja. Natuurlijk, onze leider beslist daar veel over. Hè. Ja. Guter Goessens, een reactie op de grote overwinning van Forza Ninove? Een fantastische overwinning. En eigenlijk verdiende dat na zoveel jaren strijd tegen de mensen van Ninove. Want ik vind, de Hee doet dat fantastisch op dit moment. Maar er moet verandering komen, er moet een verfransing tegenhouden. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.